De dood moet je niet vrezen. Ze is je toekomst. Dus opent de Esterhof vandaag haar deuren voor een ieder die een kijkje wil nemen achter de schermen. En ja, hoe kun je de bezoekers van de Esterhof beter ontvangen dan met koffie en cake? Pauline Harmsen, directeur van de Esterhof. Ja. Waarom wordt deze open dag georganiseerd? Om twee redenen. De eerste reden is dat wij een periode van grote verbouwingen en vernieuwingen achter de rug hebben. En zo trots zijn op het resultaat dat we dat heel graag aan iedereen willen laten zien. En ik vind het heel belangrijk dat een begraafplaats onderdeel is van de omgeving. Wij zijn een stukje cultuurhistorisch erfgoed van Dordrecht. Sinds al 200 jaar worden hier Dordtenaren begraven. Iedereen heeft hier wel een voorouder liggen of ooit naartoe gebracht. Dus wij horen als begraafplaats, horen wij bij de samenleving, horen wij bij Dordt. Dus wij zeggen, we zetten de deuren open, de poort open. Kom kijken en leer hier dat de dood bij het leven hoort. En loop eens de begraafplaats op. Het is zo prachtig, groen begint het nu weer te worden. Je kunt hier een beetje mijmeren, een beetje nadenken over het leven. Er zijn zo weinig van die plekken waar dat kan. En daarnaast kun je een stukje cultuurhistorisch erfgoed aanschouwen en je verbonden voelen met... Je zou zeggen, een begraafplaats is een beetje een lugubere plek. Maar valt er ook nog wat te verwonderen? Er valt absoluut ook nog wel wat te verwonderen. En zelfs te genieten. Alhoewel dat natuurlijk misschien voor sommige mensen een vreemd woord is dat ik dit nu gebruik. Maar je kunt ook genieten van de rust en de stilte hier. En van de natuur hier. En van de vogels hier. De bonte specht is alweer... Waar zie je dat anders nog? Dankjewel. De kist zelf, die gaat altijd nog een stukje door naar de kistingang. Daar komen we dadelijk ook terecht wat dat betreft. We gaan zo dadelijk als eerste naar de crematieruimte. We pakken een even iets andere volgorde als dat normaal natuurlijk de bedoeling het geval is. Natuurlijk al eerst de plechtigheid en na de plechtigheid zullen we naar de crematieruimte gaan. Dus voor het invoeren van de kist, het zij met familie, het zij zonder familie, die mogelijkheden. Dat zal dadelijk ook allemaal nog in die ruimte te sprake komen. Voor de logica nu, eventjes voor alle rondleidingen, anders lopen we elkaar iedere keer te kruis. Gaan we dus als eerste zo dadelijk door die deur links de crematieruimte in aan de voorzijde van de oven. Daarna zullen we op een gegeven moment nog naar de achterzijde gaan. Meneer, waarom bent u vandaag naar de open dag gekomen van de Esterhof? Ik vind het altijd interessant om dit soort zaken te zien. Hier zat het heel veel taboe om, heel veel onduidelijkheid. En als door middel van dit soort open dagen die onduidelijkheid weggenomen wordt bij mensen, vind ik het zelf heel mooi. Ik ben zelf vrijwilliger in de hospice. Dus wat dat betreft ligt een klein beetje in de lengte waar mijn tijd in willen nemen. Want de dood hoort bij het leven. Ja, draagt een dag als dit bij aan dat het wat makkelijker wordt? Ik geloof zeker dat dit ertoe bijdraagt. Ja. En je merkt ook aan de vragen van de mensen dat daar gewoon steeds meer vragen over komen en steeds meer belangstelling. En als daar in alle openheid antwoord wordt gegeven, dan denk ik dat je mensen een stuk over de drempel heen helpt. Bent u eruit? Wordt u begraven of gecremeerd, mag ik het vragen? U mag het vragen. Ik wil zelf begraven worden, ja. En waarom? Dat heeft meer met de religie te maken. Maar als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat cremeren op zich mooier is voor de familie dan een begrafenis. Ik vind... Waarom is dat mooier? Nou, de mogelijkheden die je daaromheen hebt, vooral hier in Dordrecht en de omgeving, die zijn meer dan bij een algemene begrafenis. En dat vind ik wel een meerwaarde, ja. Hier zie ik steeds meer de overgang tussen begrafenis en cremeren. Hè. Dus wat betreft de mogelijkheden tot het tonen van beelden en dat soort zaken. En dat draagt ertoe bij. We leven in een snel veranderlijke tijd. En ik denk dat dit soort zaken daar onderdeel van uitmaken. Oké, de rondleiding gaat beginnen. Ik hou die lang op. Zeker kijken. Succes met de uitzending. Ja? Oké. Nou, we zijn hier dus in de invoerruimte van de crematie. Hè. De crematieoven. Hier is de crematieoven. Dus waar dus eigenlijk de feitelijke crematie plaatsvindt. De meeste mensen komen dus voor een plechtigheid, een crematieplechtigheid of een begrafenis. Op dat moment zal niet de crematie plaatsvinden natuurlijk in de aula. Dat zal hier plaatsvinden dus bij de oven. De vorige, voor de verbouwing, hadden we twee ovens beneden staan in de kelderruimte. Nou, die mochten we vanwege de milieuwetgeving en dergelijke
mochten we die niet meer gebruiken. Die waren gewoon afgekeurd. Dus alle crematoria in Nederland die zijn nu druk bezig of bijna klaar met nieuwe crematieovens neer te zetten. Met de nieuwste milieueisen, met de juiste filters erachter. Dat er dus zo min mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen. En normaal staat dus de kist erop. Zoals zien dat de invoerwagen zal erin gaan. Laat dan normaal gesproken de kist achter. Komt weer leeg terug. De deur sluit zich en dan kan het crematieproces plaatsvinden. Dan gaat dit dus plaatsvinden als we dus echt tot invoer overgaan. De deur zal zich helemaal open. Als het hoogste punt bereikt, krijgt de invoerwagen het sein dat hij erin kan. De kist wordt ingeschoven. Wordt nu achtergelaten. De deur begint al het eerste stuk te dalen. En als de invoerwagen compleet eruit is, daalt de deur weer totdat hij in zijn vergrendeling valt. En op dat moment kan de crematie gaan plaatsvinden. Alles wat je dus om de oven heen ziet, ik sta hier nu zelf weer recht achter de oven. En je zal dadelijk zien hier de invoerdeur dadelijk openen. Maar alles eromheen, ja, dat zijn allemaal filters en dergelijke. Hier achter nog een groot koelvat om dus alle rookgassen die dus vrijkomen tijdens het proces op een goede manier te koelen en te filteren. Zodat de rook reuk- en kleurloos het pand verlaat. En ook dat alle andere schadelijke stoffen er zoveel mogelijk uit zijn. Dat is dus de bedoeling van de nieuwe wetgeving en alle filters die erachter gebouwd zitten. Door dit verhaal met alle nieuwe filters en zo is het niet meer toegestaan om te cremeren in een kartonnen kist. Dat is een tijdje is dat in geweest, zeker de mensen met milieu, dat soort dingen, kartonnen kisten. Dat doen we niet meer en rieten kisten doen we ook niet meer. En dat is niet alleen wij, dat zijn eigenlijk alle crematoria in Nederland. Dat gaat gewoon niet puur dus vanwege die filters. En zeker het riet, dat blijft heel lang branden. Er blijven hele kleine restjes van over. Dat krijgen ze op een of andere manier niet goed gekoeld in die koelvaten. En dat riet, dat gaat inbranden op het filter. En dan kan het dus gebeuren dat dus op een gegeven moment in het ergste geval je filter in de brand vliegt. Mevrouw, nu hebt u het verhaal gehoord over cremeren. Bent u er al uit? Maar dat was ik al. We gaan begraven. Wat vindt u ervan als het allemaal zo verteld wordt? Welke impact heeft het? Nou, ik vind het wel heel goed. Ik bedoel, je realiseert je nog beter hoe zorgvuldig men hiermee omgaat. Maar ja, keuze tussen begraven en cremeren is sowieso natuurlijk een persoonlijke keuze. En dat zou niet door dit verhaal voor mij veranderen. Dus... Hebt u niet zoiets als u hier staat van, dan komt de dood opeens wel heel dichtbij? Ja, maar die is sowieso dichtbij. Die is gewoon de realiteit van het leven. Dus wat dat betreft voor mij niet... Ja, anders dan. Ik vind het juist ontspannen dat ik hier een keer kan zijn zonder dat ik echt iemand moet begeleiden naar zijn laatste rustplek. Dat u geen deelnemer bent. Precies, maar gewoon eens een keer kan kijken en belangstelling kan tonen. Hoe is het nou om zo'n rondleiding te geven aan deze mensen? Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Het blijkt dat het is vandaag heel druk is, dus het is toch echt dat het in een behoefte voorziet. Dat de mensen toch, wat is het nu als je doodgaat, wat gebeurt er? De mensen die komen voor een plechtigheid en die weten niet wat er achter de schermen gebeurt. En je ziet dus door de toeloop die er is, een behoorlijke toeloop, dat de mensen toch ook bij de oven willen kijken. Wat gebeurt er nu precies, wat gebeurt er, wat zijn de mogelijkheden? En wat is dan de meest gestelde vraag? Ja, dat is heel verschillend. Inderdaad, de tijd dat dus een crematie duurt. Van, goh, hoe lang duurt het nou? Wat gebeurt dus inderdaad met de metalen? Dat soort dingen. Dat zijn vragen die inderdaad wel heel veel gesteld worden. En voor de rest, ja, je kan van alles eigenlijk verzinnen. Maar dat zijn toch wel hetgeen wat het meest de mensen boeit. En inderdaad is ook vooral met het crematiesteentje. Van, hey, hoe weet je nu wie is? En inderdaad dus, kan er maar één tegelijk en niet vijf of zes. Zo een stukje lopen, want jij gaat weer verder met de rondleiding. Ik ga verder met de rondleiding. Wat vertellen hier in de aula. Ik ga hier nu een klein stukje vertellen over de aula inderdaad. Dat het verhaal dat is helemaal opnieuw is ingericht. De mogelijkheden die er zijn. Daar hou ik het een beetje kort. Er draait ook al een filmpje van onszelf. De openingsfilm die we vertonen. En daarna neem ik ze nog mee naar de regiekamer. Waar vandaan we dus altijd alle plechtigheden versturen. Via alle computersystemen digitaal. Dus ik zou zeggen, neem ze mee. Is goed, dankjewel. De traditionele cake. Hoeveel plakjes hebt u al gesneden? Nou, we samen met mijn collega we hebben gesneden. Zij hebben meestal in de keuken gestaan en wij samen even geregeld. Nou, ik denk dat ook 250, 300 plakken cake zijn gegaan.
meneer Vogelaar, oudsraadlid. Leuk om hier een keer te ontmoeten. U hebt de rondleiding zojuist gehad. Ja. Wat vond u ervan? Nou, ik vind dat altijd hartstikke interessant. Kijk, ik ben op de leeftijd gekomen natuurlijk dat je staat en in het bos waar gekapt wordt, noem ik dat. En ik ben hier aan de overkant geweest, dus bij de DNO. Daar heb ik ook verschillende mensen gezien. Ja, de familie De Jong, die ken ik natuurlijk, want die zijn ook van de staart in feite. En ik heb hier dus mijn ouders, mijn zoon, alles van de familie is hier terug te vinden. En de rondleiding die ik gehad heb, vooral hier in dit nieuwe gedeelte weer, vond ik erg interessant. Ik had het al meer gezien, maar wat het nu is geworden, ja, dat is wel een hele verbetering, vind ik, ten opzichte van de familie. En de mevrouw die me de rondleiding heeft gegeven, die was uitermate duidelijk en heel precies. Ik heb het echt prima. Zover je zegt, je kan hiervan genieten, heb ik daarvan genoten. Ik heb twee kinderen. Die ene is dan weg en die andere die weet het nog niet. En mijn vrouw weet het ook nog niet, maar ik weet het wel. Daar had u deze dag niet voor nodig? Nee. Kijk, mijn grootmoeder zei vroeger altijd, jongen, je komt op de wereld om te sterven. En ik weet dat dat gebeurt. Nou, en dan moet je van tevoren je zaakjes verregelen. Vind ik hoor. Je moet dat niet aan de familie overlaten. Je moet zelf je zaakjes regelen, zover je dat nog kan. Dan, ja, raar kind, maar het is zo. Ondertussen hebben we de aula verlaten en zijn we onderweg naar de algemene graven. En naast mij loopt Emiel Giljan. Waarom heb jij voor dit beroep gekozen? Ja, persoonlijk heb ik er toch voor gekozen om toch het laatste voor de nabestaanden iets te kunnen doen. Ja. Toch een ter ondersteuning van onze kant, als Eshof zijnde. Neem je dit nou ook mee naar huis toe? Als je zeg maar 5 uur klaar bent en je hebt een begrafenis gehad van een kind, ik noem maar even iets, dat je denkt van, kan ik het achter me laten? Ja, voor 99% kan ik het wel achter me laten. Met kinderen, dan blijft altijd toch een beetje moeilijk eigenlijk. Dan wordt het wel een beetje geconfronteerd. Dat geeft toch wel extra emotie eigenlijk, dan laat ik het zo zeggen. Ja. Nu zijn we bij de algemene keldergraven. Wat kun je daarover vertellen? Algemene graven zijn keldergraven. We zijn toen in 2007 begonnen met keldergraven. Omdat het voor ons qua ruimte betreft meer op een kleine hoeveelheid begraven. En wat is het verschil tussen een keldergraf en een gewoon graf dan? Een keldergraf wordt geen grond erbij gebruikt, bij een keldergraf wel. Ja. En hier gaan we bij een gewoon graf 2 diep en bij een keldergraf gaan we 4 diep. Misschien kunnen dat eventjes, mijn cameraman die alles in beeld brengt, kan het misschien ook even laten zien aan de kijkers. Wat je bedoelt met 2 en 4 lagen. Dan staan we hier bij een opening, Emiel. Dan kijken we even naar beneden. En dat is vrij diep. Ja, dat is behoorlijk diep. Ja. Dat is 4 diep. 4 is 4 overledenen wordt in deze kelder begraven. En bij elke begrafenis komt er een kunststofplaat ertussen. Ja. Dat je de andere kist niet ziet staan. Zodra de kelder vol is, dan gaat er een betonnen dekplaat overheen. Dan wordt die definitief gesloten voor 15 jaar. En na 15 jaar wordt die weer geruimd dan. En na 15 jaar moet alles zijn vergaan. En dat is ook een beetje de functie van die grafkelders, dat de ontbinding sneller plaatsvindt. Nou, het is gewoon normale ontbinding wat er eigenlijk gewoon plaatsvindt, normaal in een keldergraf als in een gewoon graf. Dat is gewoon eigenlijk normaal. Dat het na 15 jaar gewoon. Dus het is niet sneller wat in het begin werd gezegd? Nou, sneller ja. Dat is even afwachten natuurlijk dat het sneller gaat. Onze ervaring is gewoon na 15 jaar wordt die al geopend weer. Dus in 2022, dan zijn we 15 jaar verder. Ja. Dan moeten de eerste graven worden geopend. En dan is het misschien voor jullie ook een verrassing hoe dat zich heeft ontwikkeld? Er is natuurlijk al ervaring mee met die keldergraven. Dit is natuurlijk andere collega's begraafplaatsen, die hebben al een keer al geruimd. Die hebben positieve ervaringen mee. Dus als we dat gaat verwachten wij ook dan maar dat. Gewoon normale omstandigheden ook weer aantreffen. Dus. Ja, want nou staan we hier bij een keldergraf. Nou zijn er ook nog particuliere graven op deze op de Eshof, een koopgraven. Maar dat is gewoon grond. Dat zijn grondgraven, ja. Er zijn, met uitzondering worden wel eens kelders worden geplaatst, met een hele uitzondering. Maar de rest is gewoon allemaal grondgraven. Ja. Kun je nog op een duurzame manier dood? Zal ik de vraag even toelichten? Ja.
Er zijn steeds mensen die na hun dood dicht bij de natuur willen blijven. En die willen dan begraven worden in een kist van bamboe, van riet, willen in een doek gewikkeld worden. Is dat mogelijk? Want ik hoorde zojuist bij de crematieruimte dat je geen bamboekist of rietenkist mag hebben, want die mag de oven niet in. Nee, dat klopt. Voor begraven is er geen chemische, maar gewoon een kartonnen kist of een rietenkist of in een lijkwade. Dat is geen probleem eigenlijk. Dat geeft geen probleem. Maar is dat trendy, duurzaam doodgaan? Trendy, nee. Naar mijn idee niet. Is niet trendy, nee. Wat is nou het gekste wat je ooit wel eens hebt meegemaakt op deze begraafplaats? Dat je dacht van nou... Het gekste? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, hè? Dat is een hele moeilijke vraag, is dat, ja. Het gekste. Ja, we hebben dat gehad. Ik niet, ja, extreme dingen meegemaakt. Ja, met een Afrikaanse begrafenis of zo. Dat is natuurlijk met muziek en dans en muziek ga je naar een begraafplek toe. Dat is eigenlijk heel vrolijk. Dat is heel vrolijk. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Ja. Maar over het algemeen natuurlijk, ja, hier in Nederland gewoon dezelfde ritueel eigenlijk. En dan natuurlijk Armeens. Saai dus. Ja, soms kan het saai wezen, ja. Ja. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. En tot zover dit kijkje achter de schermen bij de S-Hof. En ben ik nu bang om dood te gaan? Nee, ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt.